Die vermaak. Maar ek ons is terug vanaand weer eens by die Vermaak en Praat podcast. Hierdie episode het is geboog en gebring deur die Hoekies by Hotel in Saldanha. Nee, so Sarah vir Hoekies by en dan Dolvie, by jou gast vir dit weer eens. Ons waardeer dit. Thank you. So as jy dan die Weskus is, man, en jy het 'n plek nodig, miskien vir 'n naweek of in Toekaboek, Hoekies by Hotel. En is al daarna, as jy plek om te wees, as winter, mense, as jy wil uitkom. Of net wil wegraak. Net wil wegraak, ja, met die rechte mense. Die rechte mense. As weekies by jou tel, nie, is kameras, dan nie daar. Evidence. Yes, guys. So, ons is by episode 16, nie? En welkom. Ek wil nog eens sê, is dit die draaier of is dit die rechte begin gewees? Nee, maar zo. As the begin. It is the beginning. Okay, nee, man. Ons het begin. Kijk hier. Vandaag het ons hier twee talentvolle artists van die Weskus en van die Boland. Boland / Weskus, kan ek maar so sê. En ek wil my verstel om te sê internationaal. Yes, of course. Ja, ons vandag even King B. Yes. En dat jy die king is, maak het vir haar automatisch die queen. Queen, yes. King queen, vandag die king is en dan die queen, nee. Hulle is hier vandag op een episode net om bykie te deel hulle journey en oor het gaan met hulle en net bietjie update oor hulle lewe, baie het al gesien verwikkeling al. Julle sien my post, maar nou gaan hulle vandag voor julle precies sê wat vir wat gaan, zodat julle nie kan die mekaar stories maak en verstaan, dat julle die rechte story kan verspreid, ne? Ja, as julle kan onthou, op die vorige episode was hy hier met Cupid, ne? Yes. Cupid het sy werk gedoen, yes. Hy song het gewerk. Ek net spuit dat ons ander vriendie is hier, my broer Jules van hy. Cupid is ongelukkig uit te land. Kijk jy die Heere het een plan met alles, man. Alright guys, voor ons begin, mis jy, het jy ietsie daar vir ons? Of gaan ons het skip, is het vrijdag, wil jy even het skip? Nee, ek het reeds vir hulle gesê, ek gaan vir hulle vraag. Wat is hulle motto of go-to? Nice. Hulle moet vir ons sê. Wat is hy motivering vir hulle om elke dag op te staan? Soos wat is hy een ding met hulle, wat hulle vir mekaar sê, wat hulle toe opgebouw is, King? Is net liefde en kos. As jylle miskien bykie kos, hoe hype jylle mekaar, iets is hy. Wel, my opkikker is altyd, wanneer sy vir my begonteer. Soos vir al soggens, lief, breakfast. It's okay. Hy is die ene wat sal sê lief breakfast, maar dat eindig het op dat hy sy breakfast lekkerder maak as beide. So ja, is altyd die competitie en die kombuis. En wat ons ook motivate vir vir die dag is, dat ons elke dag opstaan met die passie van muziek. Elke dag is ons bezig, soos in die meantime, as ek nou nie achter die mic is, dan is ek achter die phone of achter die camera, dan is ek bezig met die reactions. Soos ek doe nou reactions, ek het begin met die artist van Ek moet sien. Yes. Ja. So, dat is nice. So, as jylle al twee oogend besoene, as stein al twee tsaapie op, as al twee in een goeie bui, as al twee, as jy nie miskien nie nou vir oogend, jy weet mis, eerst na 12, nie nou nie. Nou, ek is die na 12 mens. En hy is die oogend man. Kijk jy, nou is daar nou daar, hy spoot nou van oogend, nou sê hy, as daar geld is, dan is altyd happy. Maar toe is morgen op pad dood, toe is nie kon vir dit. Ander tyd is het... Swaar! Ek is het aan sê! Ander tyd is het lief doen. En die ander ding is, wanneer ons dorp toe, ons stap ons dorp toe, man. Maar daar het ons hier erg moog geraak. Ja, so net ek wat so nou, dan, wacht oe, jy maar daar is so maar die jabbelkie. Ek het nogal wat dag gemaakt, dis ook om, ek het dit so maar opgebouw. Ek dink nogal die koning van die spreek, want het is iets.
Ik neem aan, zij is een R&B artist. Yes, je pop gewoonlijk werkt, dat moet het werkt prachtig zijn. Zoals het zo waardelijk moet en hoe het moet, voor kijkers. Die eerste keer, okay, ik heb Fatisha gevolgd op Facebook. Big fan. Ik was een big fan, was nog altijd een big fan. Toen ik net die dag mijn moed bij elkaar geschreven, hey, ik heb de female feeds nodig, maar ik heb de female artist op het trek nodig. Dus ik lekker. Ons kan nie sekondes tel, want dit was die instant reply. Ek heb dit ook nie aan gegaan nie. Dus dit, ha? Oké, mis. Daar moet ek wacht vir die boven, die reply, alles ek in die kombuis lief brengen. Maar daar moet ek wacht, maar ek het daar gevraag vir die fietsen. So ek was die eerste, ek is jou van groot vriend vir jou. Ek in die ander kant, ek in die ander kant van die phone, ek in Cupid, die daar in die ander geschiet. Ik is niet opgelucht. Moet begin weer. Like, daar was hij like in een ander way van een flirty type of. Oor zit like in alles professional gehouden. Tot en met laatste. Oké, wanneer? Wat is die eerste song dat jullie doen het samen? Voor die romantiek beginnen. Lang gewacht voor jou. Lang gewacht. Hij ziet er iets. Lang gewacht, ja. Die tweede fietsen was dus nog niet bij elkaar. Connectie. Yes. Man te weet, pak gauw uit. Man te weet, al te weet die songs, is eigenlijk, ik het die like hem geskryf vooraan, maar man te weet, die sien sy die, sy jong mind, die nog een mind van sy self, jou conscious, jou subconscious, man te weet, ik het daar altijd op die altijd weer trek dat is gefietsen van haar geschreven want toen ons uiteindelijk het bij elkaar is toen maak ik altijd weer trek yes ons het lang gewacht van elkaar en nou het is die connectie yes. Ja oké okay, zo so jullie het elkaar in inbox fietsen. Ik neem aan, jullie goed gestuurd van elkaar? Yes, oké. Okay. En Johanna zien jullie elkaar face-to-face, hoe lang het zit? Wanneer die butterflies begin? Die butterflies, het waar die phone begin. Was al twee, dat was like een, het was like Buddha moments moest geraakt. Ja. Een moment van Buddha, denk ik. Ik trust die einde was hier. Nee. Ik trust die Buddha. Nou, kom maar, je hebt die Buddha voor me, je hebt me altijd gesis. Wow. Nee. Ons was Boudin sessie van mekaar. Ja, zie. Asia. Toen is het altijd bij die awards. Voor die awards, het is like een getekst. Jij was het linker bij die awards. Die awards het gekomen, ik heb die cijfer gedaan. Ik heb achtergezet bij Noemwoord en Davidzula, Polinola. All of a sudden voel ik die arms hier om en ik kijk binnen die zes. Dat was net een hallo drukkie, want ik heb voor hem geskree terwijl hulle bezig was met die cijfer. Ik skree so hard, King Pee. Maar my jinne, die man beweeg weg van my af. Toe hoor ek achterna, het was omdat hy skaam was. Toe skype hy weg, want hy kan nie geconcentreer met die, want ek was daar. En ek het eers een foto gehad, ja, het is iets van poenankies gelijk. Dis moet so'n foto. Toe ek kom soep, is hy weg. Wauw. Dis nou, hoe denk jy vir oogang genoem, Sin Lumfet?
Sindong vir die, ja, toe ek sê... Cinderella story. Die prinses. Toe my vir. Ons het echt na, toe Skelly kom ons oor die phone uit, toe sê ek, waar was hy? Sorry man, die man het my weggevat. En nie dat, toe ek perform, toe ek een like vir haar so op aai gegiet. Maar toen moet ik dadelijk directie van anderen, want toen moet ik die kant door, want ik kan nog niet langer meer, want ik is bang, kost het feest, hè. Ons doen het of te doen, kost het als een cijfer. Yes, die concentreren, toen kan ik... Next distractions. Maar ze zijn teasen in je randje. Dat is ook een good bed, geweest. Ja. Ayala. Bed, ik weet niet. Kijk, in je was het niet. Ik denk die Love It For Us het bij die awards gebeur. Want achterna toe kon ik nog niet die, ik mijn mind niet krijg nie. En ik wil tekst, ik zie van ik wil jou iets zien, maar ik is bang met dit. Dat alles met oogs wat ons het, yes. Die poetsen zes is kapot. Ja, sy sê toe van my, praat met my. Ik is nog altijd die ik is actief, ik weet niet wat ik te zien. Nou moet je haar praten. Maar waar ik haar dit weer eens kijk. Ik wil dit woord. Ik was voor ons, ik wil dit woord. Je kan het niet zien. Je kan het niet zien. Ondou jylle nee, met die episode wat dus laatst was. Toe het ek gesê, sien jy die van jy stuur een song vir iemand, nee? Oh ja. Yeah. Maar... Wat ik dan gezegd van jou, sister, I'm so lonely. Oh ja, ik kan het. Nou, het is zo'n gemaakt en te love ek die song. En... Is het jou link? Toe vraag ek, nee, toe vraag ek, toe sê ek van, jy maar die is een die song, eister, die is een die song, boete man. Jo, wat het jy dit aan nou gemaakt, jong? Die song wat ek gedek het, het laatst jaar gedoek, mami is die song. Hoe krijg jy alles in die jean, mami? Ik kan niet geloven hoe ze dat doen in fine move, kan niet believe, mami. Nou, zij bij die awards, like in zo'n pantsuit en dat, like, dus die pantsuit. Al wat ik kan doen, is aan wegstappen, maar je hebt naai druk, want die drinks van een rij wil niet in glas, dus ik is kop. Dat moet zo die extra kiek omgeven. Maar, wat ik kan zien is, ik is die spijt die, als je voor je ware liefde is, soms weet het uit met wie die een met wie ze nou is. Maar in mijn pa's relationship bij je fights. En dat is wel kleine goedjes, man. Maar die bond tussen mij en die zou als kerk trouwens. Oos, nou, wat tot vandaag toe nog 100 professioneel als ik kom bij me zie. Als haar nou een guy opstap in haar handsoen en... Like, ik is een groot fan. Ik kan nie offended voel. Koos is altijd is artist, want die sjelle approach wat sy kry, kan ek ook daar kry. En ons kan nie ons relationship tussen hy sit. Oeh, maar is moeilijk, jong. Is baie moeilijk, jong. Imagine, kijk hier, nou kom hier nou misschien een fan van van hom aan. Kijk hier, my haar gaat toef, wat denk ek. Breathe, jy is ook een artist. Verstaan? So ek moet like in my sier van sy skoene sit die moment. As jy, hoe kan ek sê, al het moos die sê ding van, sy het die beheer oor wat gebeur, maar sy het die beheer oor jou reaksie op die. So, ja, as ek sê, nee, hy is die control voor, maar dit is fijn. Ek weet wat, hy is bijna, man, so. Ja, man, jy het in het baard, hy was drie heel te daar oor nie. Hy is daar nou meer. Ek wil nog wel sê. Kijk, maar het moet zeker makkelijker is in die sin van omdat jy weet deze artist en omdat hy ook weet deze artist uit woord moet zo. Jy het fans, is hier van hy wat oorstap in die patten en iemand stop en gesê as my nou achter nauwelijk weet, nou wees aan hy nie. Soos jy weet dat ek is een rapper, ek is een, soos jy weet, soos fans. En as wat ek hier nou, wat ek kan wel, hey, ons gaat dan nie door toe, is net ek en sy wat door toe gaan.
Kom maar zijn weer zo mooi. Nee, ik loop makkelijk in mijn leven. Joh! Ik loop makkelijk in mijn leven. Is waar, is dat is niet daar. Ik grap op wat ik gewoon bij de ozelaai maak, die grappen maak, want het zal nooit serieus zijn. Ja. Toen ik wat kom waar ze voel, hier zal nooit jealousy inkomen, want jealousy bestaat niet bij ons. It's pure love. Als wordt die gegenereerd like, van die mind of die mind zie je van jou, ik is verliefd op die kind. Die hart moet die mind zien, maak je besluit. Hij is een rapper, hij is een rapper. Is een rapper. Oké, okay, yes, hij moest nou klaar zo aan gaan, hoe gaan die niet met mij aan die man? Hij is jongens, nog lach van kleren, kom je eens in gewoon, ik bloos. Vandaag is super in het zin gewegen. Koos sometimes nee, dan weet ik je, sy voel miskien so'n bietjie af. Nou vandag toe val het my net by, wacht, is jy nou so'n maar mens, jy moet ons die betaal. Hoe akloof mense, oh my god. Nou vir haar was het nou sieke onverwachts, maar het net by my opgekom, doen het, dat sy die miskien op presie. Toe kan sy nou nie vir haar self doen te houden, maar toe sy vir my ook sy half laat. Oh man, zijn we nou schamen? Zullen we schamen dat ik niet van. Paar zal ik het met pakket gaan, ja, ik kan ik het doen van. Soms zij weet, zij hoeft nooit kosten te maken. Ja, zij hoeft nooit kosten te maken. Kijk, die man is voor jou als chef hoor. Wie kon wie kreeg eerst die kost? Yes, yes. Wie kreeg eerst die kost? Maar dan heb je alleen maar tegen dat die kost, maar zijn kost. Nee. Die ding is, hy maak die kos, ek is nou weer die ene wat skoon maak, na hy klaar veilig gemaak het en bidde. So ek het my taak, sien asof ek nou net, ek sta nou net daar, nee, ek het my taak. Plus ek jou, yes, ek is sy sister. Soos met jou lieve koop, so jy blijk, sy rooie onions, as die onions heb ek so samal in die pot. As ek lief, kyk gauw daar so, die pot, kyk hoe die skoor nie. Dan is sy al van sy, as ek was sy gooi so'n knopjes op te doen, sy is sy jaap hier en daar. Maar ek denk baie, hy denk ek is superwoman of iets. Want as het, lief haal goede deksel haar af, maar roer gooi hier en pat gooi hier. Dus ek lief... Ja, maar sy kan net soveel doen, wat moet ek nou eerst doen? Moet ek hier los, moet ek hier pat, wat? Ik kon afdekken dat liefde van Cosma. Yes. We hadden het begrepen. Ik kon afdekken dat Cosma zo hoog rippen. Ik dacht die stof. Mijn moeder. Dat is wat zij voor mij heeft gelossen. Ik heb mijn maal laatst jaar verloren. In die tijd wat ons nog samen was, zit ik gelijk ingestaan. Want zij kon niet kos altijd maken. Want zij is op en af. Vees wat ze in de weg zo. Toen ik koos gemaakt, ik maak al van schooldag maak ik koos van als ma en pa laat werk, dan moet ik obviously Jaap onderwijzen. Toen ik niet één dag, toen is op ons eie, toen bleek op mijn eie, mijn ma is nog niet bij jou. Dan heb ik altijd een keer in zijn combinatie zo begin, Kerry is mijn vijver. Kerry en dat is nou past het is. Toen ik eerst het begin bij Facebook. Facebook zelf had toen niet. Jij joh. Man wat dat kan niet. Man wat kan niet. Please girl, which I despise. Als hij man bezig is met dat dingen, zeg je, hoe vast nou? Wauw, nou meneer, hoe is dat? Wat? Zo, ik doe het different. Ik maak mij, als ik je route wil maak, ik moet een beetje fluffy, zo ik zit een beetje meer olie in. Zo, als ik kom slaan, dan slaan ik die X's babbels uit, en dan trek ik om nog zo'n paar keer weer. Nee, rerig hoor. Maar mijn passie voor koos maken is rerig groot. Ik val al mijn eigen tussen vraag, zoals ik het baie tussen wat ik in gedachte heb. Wat ik met jouw basic needs, like kaas, zie ik maak jou potje in. Nou gooi ik jouw kaas in mijn kind. Nou is het lekker een cheesy effect. Ik weet die bij je maak je met mij. Met mij? Wat is die Pakistani wat zo Afrikaans praat?
Ama sê que Abdulki. 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 Wat is nou makola? Yes, wat is nou makola? Nou, ek volg altijd sy video's hoe hy verskillende keres maak. Kekjes maak met melk, het nou een keer een gemaakt met amazi. Dus, dus ek verbaas, dus sê ek maar, kom ek krijg voor so'n paar buns, maar dan maak ek voor so'n cheesy curry something. Ja. Toe koop ek hier die flavorful curry, kaas, en as het was nou die eiwe en die mix gerund. En dan die thai, wat is het? Jalapeno cheese. Die nola, is het, is, ek denk is nola die brand, like in a jalapeno and cheese, as a sauce. Mm-hmm. Dan so twee tablespoons van hy ingegooid. En het was baie nice. Die kunnen storen. Jo. Die man kan letterlijk enig iets wat in die kombuis is. Hij kan nou vir jou een 5-star meal maak. Ik lig hier. Ik lig hier. Kijk, ons gaan niet zwaar kwijt nie. Als ik ons wil maken, zie ik moet iets in die koel voorbereiden. Ik heb die baie seasoning nodig van mijn hoender. Wat ik maak is nie. Ik koop een pakje brown onion soup en twee chili beefbroeks. Dat is al spices en seasoning wat ik nodig heb. So which means is my een beefblok maak ik aan. En dan sê ek moet die hoender, salt, pepper en dan ook die chicken spice. Maar dan maak ik die beefblokje fijn. Dan stoor ik het so oor die hoender. So which means as in die oon lekker grill. Gaan hy flavor van die brown onion soup aan. So which means ek hou nie net die hoender heen, maar iets wel lekker beef. Vaak ek water drink, want is die kosie. Iets wel beef heen. Die selle met die groente. Die groente gebring met die brown onion soup. Maar dan gooi ik het deze cayenne pepper in voor die skop. So which means hy is flavorful en hy het een skopje. In elke keer dat jy moet jou aangeleer of wat jy... Self. Jy kyk hier waar hy man op die TV en hy... Soos koosmaak basically, die algemene ding wat jy elke keer maak, koosmaak, die is so die algemene. Want as ek nou iets wil draai, soos die wat jy in een restaurant is of niet, dan sal ek die nou uit my eie rachte kop en gaan ek nou die voorbereid, maar my toest van myself. Jy sien ooit laatst week net, dus die topic gehad van die rolle. Van een man of vrouw in verhouding zijn. Vooral zijn combi-koos maken hoe zijn topic gaat. Ja. Maar ik denk dat je een probleem met je. Of zelf op je eigen stadion komt, dus kijk je. Ik heb al die padkoos gemaakt, maar die als je ook plaats om die koos maken, of zal nooit een probleem willen zien. Weet je al, je die koos maken, of was het misschien. Voor ons begin daten, die dit lijken heel sneer maar je kan toch zelf heel sneer gezet. Als ze het dan doen, dan doen ze het als een span. We doen het samen. Soos, maak een voorbeeld, was altijd werk. Ian komt voor je aan in bij de huis. Zij komt voor mij bij de huis. Zij moet ingredients krijgen. Zij moet krijgen wat ik zo'n aan heb. En als ik bij de huis kom, dan maak ik zelf. Dan kan zij maar lekker terugzetten. Terwijl ik, of zij kan mij helpen. Ik zal hem altijd helpen. Want ik wil die moeilijkheid veroorzaak. Ja. Want ik weet, ik kan maar nog gaan zitten voor een tekkie. Hou hoor ik je. Lief. Dan weet ik, zo ik blij maar niet kom bij ik is nog nabij klaar. Nou zoek ik net een beetje gesjaals. Want ik kom te wachten voor die foto om nog klaar te komen. Maar daar sta ik heel te midden. Wat is ik wacht voor ze mee. Maar het is bij je lieflijk. Ik liefde voor mij is meer als een gevoel, als zien ze het niet. Maar als je oogcontact maakt, liefde kan ze dat zien. Hoe die persoon zijn ogen nou schittert, hij glans binnen niet. Jong, pas op nou. Jong, neem maar. Ik heb het ervan. Je lijkt het lang gewacht, man. Maar ik ga niet liggen, nee. Ik heb geweten liefde gaan op mijn pad komen. Maar ik heb tegen video hoe het gaan komen. En met laatst jaar, ik denk laatst jaar, hier de tijd dat ons met ons laatste interview geschiet. En als je mij uit hebt gevraagd, deze weet je, jij gaat op trouw staan hier de tijd. Dan ga ik eens heet die, of ik ga nu onheer zeggen uitlaag, maar hoe, wie is die man? En ja. He liked it, so yeah, he put a ring on it. Oh, this is a ik wil ook niet lang vat met die verlovingsproces. Zo, bijna kort.
sal ons nou finaal oor die besin sal. Ons wel nog die gesels gehad by die week oor die verloving. En hoe lang? Wat is die timeframe? Ons is dankie la, ons is timeframe betrok om te wees of voel onmiddellik. Volgens my algemene kennis wat ek nou al weet, is baie so gul 5 jaar. Verloofd wees? 5 jaar terwijl. Om te kyk of dit die rechte persoon is. Sê soos, kyk die TikTok video's. On your first day, a week later. Jy het daar gesien. On your first day, but there is a week later, gooi sy sommer die boord, was nie so. So, baie kyk na die aspekte van hoe dinge gaan afloop. Is jy nodig dat jy 5 jaar moet wag, want 5 jaar is te lang. Jy kan skaars 5 minute so in die film. wat ek dink is nie, vir my moet het wees, vanaf die dag wat jy verloof geraak, met jou beplanning van jou trouw begin. Ons het dan net verloof geraak, die besteed die man oor 2 maanden aan ons trouw. Jy het jy nog aangekryk. Wow, ek het dan net verloof geraak. En, weet of jy gevraag? Ek neem aan, het gevraag, want dit is seker wat ons moet doen, mis jy? Is dit ons plig as man om te vraag? Publiek. Ik ga het ik zie, because the guys was not the leader in the. Yes, die man moet op die bende negen. Maar nou, ons het aan mannen gezegd, soos die man moet die koos maak, die man moet soos... Yes. Wanneer had ons hier die rol uitbalanceerd dan? As ek kan nou... Maar dit voel nie natuurlijk. Het doesn't feel natural. As dat... Iwan, soos hy nog gezegd, hy wat koos maak, soos ek gaan nie natural voel as ek moet koos maak. Nee, dit is a natural thing. Food maak is a natural thing. Dit gaan niet... Ek het nou al baie post gesien waar vrou mense so boldly op die maar dit hang af hoe jy is man, wat jou personality is. Want ek is nou weer fijn, want ek is meer, hoe kan ek sê, dus ek hou van my eie ding doen, as ek dan wil ek, gaan ek het doen. So ek weet klaar, as hy nie vir my gevraad het, eventually sou ek vir hom gevraad. Ek sou vir hom gevraad. Ja, maar jy sê die lewe is glad te kort, jy kan nie nog weg, jy nog doen. Dit is ja, en dinge verander met tyd man, solang die respect is en hang af hoe jylle van hoe dinge is. En is jylle al weer verander. Ja, jy moet sê ek is die persoon, ja. Daar is nou. Daar is wat jou meer confident maak. Jy moet aan een honde ding, maar moet jy thuis in. Maar met die duizend, kom 10,000 redes waarvoor die 100 is. Jy jong, jy moet een paar voeders en ek een baas drop gauwe. Ek denk 10, sy die een kats kan verstaan. Sy die een kats verstaan. Kijk hoe blik hy oor. So ja, hoe gaat het nou in die rap industrie, tans? En in die muziekindustrie. Ek weet, jy kom van Boland af, hier is in die Weskus. Wat is die verskil van Boland en die Weskus? Hoe het jy ingesetel? En kan ek maar vir haar, was jy geaanvaar met open arms vir iemand wat aan buiten afkom? Ek was nog eens reg hier nie toe sy gepost in B's in die coast. In B's in die coast. En toe ek kom, die eerste een week ontmoet, het was Oudzie Beza. Ek weet nie of Oudzie Beza ken nie. Meer liefde van Oudzie Beza. Polino, ek weet nie of ek het jou zelf Polino ken nie. Was de August. Nog meer liefde. As ek klom, man, van die verskil tussen die coast en Boland, as ek het groot geraak daar, so alle keer my al die jaar, die liefde tussen Perel en die kus, die Boland en die kus, is dat die kus het meer liefde, maar is anderheid. Yes. Omdat, kom ek sê nie, Perel
is waar talent vandaan kom, soos spelers, acteurs, van die muzikante. Maar die beste is ook. Ek kom tot die punt. Die rede hoekom ek sê die beste is underrated, want die tyd was die baie moos, die tyd met my opkom, toe speel op Shutdown. Hulle het moves gemaakt, maar vir my wie moves gemaakt het, was die Broederbond. Hulle is like in een ondergrondse hip-hop organisatie vir artist. Broederbond het hy dit meer moves gemaakt as wat Oos gemaakt het. En die Koos was die tyd met my kamer meer bekend. Ek gaan nou so sê, meer bekend as die Bola. Want toe maak my famous afkom. Toe die universe was nog gesucht, want emo talente het gesucht, want nou kan ek weer luister na Spinnekop, na Rotas, na RGB, so die mens is die manne wat stil geraak het in die coast, en die manne wat consistent geblei het, ek het connect met die manne wat consistent geblei het, soos Icarizo, Lino, meestal van die artist, wie het sê hulle. En wat ek kan sê is, hier is meer liefde, meer talent, want om so te stel, die mense jaal vir my meer as wat die Boling vir my gejaal het. Yes, like musically wise. Ek kan ook kom, ek kan nou sê, ek wil weg, dan is haar nie verskoning met die kouse mense. Wat ek voel, hoe oos het kan improve is, as die communicate, want het lijkt, ze kan nie communicate met die artist, want hulle gaan nou voor, jy King P het nou die dag het drop, die views maak om op, het maak my nie op. Want ek voel die hele liefde van, wat ek gedoen het in die Bolanden, saam met Ignealda, februari, so jy het paar gyms gehoor, sê van die voeste. Toet ek begin paar gyms doen, na ons eerste paar gyms in die voeste, toet ek begin paar gyms doen, om meer artist, like, en daar expose te gee, laat hulle bekend raak. En vandag is daar meer van die boeties wat gesien word, die sessies wat gesien word, dier die upliftment. En as ek soek die upliftment, die al wat ek wil doen is, ek wil uplift. Een platform create. Yes, een platform create vir amal, waar amal equally kan sien. Soos in die game is wild, daar is die equality. Daar is die equality nie, want alles is een competitie. Ek wil beter as jy flow, ek wil die beter as jy doen, maar op die ouwe moet ons allemaal net saamwerken, want die samenwerken. Kijk, soos overseas artist, Chris Brown, hy fietsen allemaal. Drake fietsen allemaal, buiten is nou die beef situations, maar hulle is artist, see, ek ga nou nie, ons praat nie van geld en fame, maar hulle is artist, wat van hy tijd af mekaar geaflift het. Die tijd toe Drake sang by Young Money, stag hy vir OVO, toe lig hy ook een paar mense op. Die tyd toe ek by Public Health was, het ek my eie move gehad om die mense te help. En soveel wat ek sien is, ek is happy waar ek nou is, as jy dat ek sê, ek is happy waar ek was sien. Maar ek kan terugkijk dat ek het gemove uit die situation uit, waar van my iets bitter en stoor is. Yes. En al wat ek wil lees, dat die industrie, like Oos-Afrikaans, muziek, Engels, included, want, ek gaan ook die trosa exclude, want, as ek betekies record, maak ek meer gebruik van trosa, ek gaan ook, meer gebruik van die trosa woorde, as Engels, want, Oos is mos een rainbow-lijstje. Ek is oorkaalse, soos as ek nou miskien Tosa broek rui, en dan sê ek, ek het een paar goekies wat ek wil hoor, man, translate gaf om met die, ek wil dan hoor, dan stier ek af en voor om die, dan kyk die luister af my, of ek het hulle gedoen het. Soos ek het een vriend gehad, wat ek nou die laatste tijd voor trek, het ek gerecord. En ons het een trek gedoen, waar ek my basically in my heel, as Engels, wat basically my hele verhuis bestaan in Tosa. And that's beautiful now, maar ek sommer vir Costa. My een van my idols. Van myne ook. Hy het Appington toe gekom. So jy sê, hy is al verskil van die boel daar van die Weskus.
Dank je Afrikaans, thans, jullie twee, je hebt bijna gegroeid, een hip-hop game, rap, muziek-wise, Afrikaans. Popularity, zelf. Het bijna want ik kom nu al van 20 jaar af, dat is van, begin we school. In 2016 heeft het, like, voor mij het het heel ingevat, want toen ontmoet ik allemaal, nou niet allemaal, maar ik ontmoet een paar mensen. Zelfs die wie mij rejected, wou aan of wat. En ik was heel erg beet om te zien, maar zij wil mij niet, zij wil mij niet gejaagd. Ik treed mij niet veel om in energie wat ik mezelf kan zien. Ik approach voor jou, als gaan music doen, musically. Je gaat niet die person judge. Like, als je artist is, zij moet je split personality. Zij is jouw artist en dan is je moest naar je personal life. Je gaat niet jouw personal life judge. Maar je gaat werken op jouw artistic life. Want zij als person, als zij rood was, dan ga ik je like, zoals ik ga voor jou zeggen, mijn government name, zeg maar, of ik ga zo, ik is Diano, of Diano, die niet, King B, we zijn elkaar zo, zij is Tisha. Ik is QB, we gaan zo weer. Maar als we ons die bonding, zodra we ons die bonding, ik weet, oké, Natisha, Neil, dan weet ik, daar is like een personal boundary om ons, dat die energie tussen ons weer gaan uit. Want als je wat ze niet met die artist weet, die artist omzelf, dan zit ze met haar projects, maar daar, zij de heiters blok, want zij weet niet hoe is die broer personen. Zo, zij moet meng met hem, om zijn energie te kunnen voelen. Want zo'n energie, dan is het direct lifeless. Wat ja. Hij is mooi gedaan, ja. Ja, hoe protect jij je energie? Ik is meestal gefocust op je muziek. Als ik, dus om mijn energie te protecten, ga ik niet, like, dat ik mijn personal life vergeet niet. Als zij niet van mij hou als persoon niet, dan kennen ze mij niet. Want ze kan me niet judge omdat ik King B is. King B is mijn stage name, hij is een alias, een persoon of een aura op zijn eier. Hij is een aura op zijn eier. Zoals ik als Neil, een lieflijke persoon. Ik maak koos. Ik maak koers vrije tijd, ik is een baba. Ja. En zullen ze zeggen, visuals het belangrijker raken in die game dance? Of was het net van audio gaan niet te was, je moet visuals iets. Je moet, zoals wat toen ik begon visuals kieten tussen, ik heb het upload, het was like al visuals, maar toen van een camera afgeschieten, maar als ik shit was maar 18 megapixels uit. Video's, dat is net de raffelige geëdit wat ik zelf geëdit heb. Toen zie ik dat die grootte tussen die visuals en je audio's wat je distribueert, het verschil. Want die mensen moeten visueel zien wat kan ze brengen naar die tafel toe. Wie is die persoon hier? Want toen ik in 20, Lazia, drop ik met Salut en zo fietsen met Giga. Toen die views geklom, dank je Giga vandaag. ik geef hem zijn bloemen. Hij heeft een gepost, als jullie artist is, post jullie links. Dat ik kan lezen, dan maak ik geen keer fietsen. Ik heb zeker niet mijn link gepost, toen inbox hij mij, is die mee nummer. Die man, die ogen, die niks ogen. Dus je van mij, maar als je klaar is met die project, dan stuur je het van mij. En dan is je alle dag aan het record. Die maag te sturen, maar met die volle trek terug. Ik heb uitgezien voor visuals, uitgezien voor visuals, dik. Free of charge. Al wat ik moet doen is dik, net zo beter. En ik heb dat gedaan. Ik kan uit, like je nog, ik weet niet wat te zeggen, echt een army pad. Die persoon wie Giga is, hij is straightforward. Ik weet al, like, toen ik voor hem gaan follow, gaan zien wie hij redig is, die persoon wie hij is, hij is zoals hij is. Want zij krijgen betekens mensen, hè.
hulle is nice op social. Maar as jy nou by 'n event kom, dan voel hulle entitled. En ek dink dis jy nou die tyd om entitled te voel. As jy op 'n level is waar Ollie B is, en sy is gesign met Interscope, Sony Music, yes, dan kan jy entitled voel. Dan kan jy sê wat jy kan maak. Maar jy kan nie nou hier by kom ek sê, papieriens in perform jy altyd. Dan sê jy, jy is nou die ton van die ton van dat. Jy is nog iets, jy weet nog aan elkaar. Soos ek kan nie vir myself title as die greatest of so nie, want daar is mense wat content harder uitsit, wat alles van maanden stel. Ek sal elke dag drop as ek kan. Ek hou my consistency. En die ding is, as jy week in jouself, maak seker jy los nie die mense achter. Jy los nie mense achter wie daar was vir jou nie. Ek kon daar nie, hier sit ons met lekker mics. My eerste mic was gekom van my headphones af. Hy was daar, ja nie, die sensory, hy vijf kies jy nie, hy was speaker was uitgehaal, hy was die mic haar ingedrukt, dan is hy kabel wat voor die speaker kon die pop filter. Toen hebben we die al dat zijn mensen. Ja. Hij was een popfoto. Zo, die broer in mijn kind gebracht met Eugene Fontaine. Ik zal elke dag voor een big op. Ik zal zijn bloemen geven als daar moet gepraat worden, weet je, maar in die kind gebracht. Ik zal ook voor mannen muziek spelen van way back. Dat zal ik zeer luister hier, maar dat is hoe ik geklink. En om eerlijk te wees, ik kon niet geschreven. Ik kon niet gaan freestylen. Vandaag kan ik schrijven in freestyle, maar wat het maakt is, maar freestyles is beter dan die original. Alles ik hier niet te leggen ben nog, met intellect, met intelligence, wat alle lik. Op elke trek wijs ik big shit nooit, en elke chip wat ik wijs het big shit nooit. Het blijft consistent en consistency, kan je consistent zien. Kan je consistent zien. Hij is maar, ik heb gehoord naar die oude zaai. Is dit die hele strijd? Zij troppen nooit en dan freestyle. Die, wat geweet, hoe is het nou met die firma daar? Ik heb gezien, je was R&B, maar ik zie je hebt een ik zie jij eet erop, ik heb er kijk. Zo, hoe is de spatie voor die vrouwmensen in de rap game? Zal je zeggen, als je het een man nog, of hoe voel je je, als dat groeit, komen er nou uit? Ik denk dat het nou uit, maar ik denk bij je, het is maar niet mijn personal opinion, maar ik denk bij je, dat het komt verkeerd uit. Die vrouwmensen zijn nou zo'n mansmensen klinkt. Nee, nog nooit. Dat kan niet. Die stijl van de rap. Die stijl van de rap? Ja. Nee, even alle bewoording als ik lijk, alsjeblieft, wees niet oorspronkelijk. Dus jij niet. Jij is een female, dus het moet like een image worden. Zoals kijken, zoals mij diep. Wat ik op beest, my kijkers, my of luisteraar, is meestal groot mens. So, ik kan proberen om voor allemaal te kijken. Dat is wat ze bedoel. So, partij female artist, daar heb kom ik zeggen, dat is partij wat ze kaltsen. Kaltsen kijken. Dat is een andere girl van PE. Ik heb een video van haar gezien. Ik kan doen, ja. Wat doe? Maar nou, als ons nou kijk, als ons een rap in zijn baby, en zij gaat nou een rap in zijn baby, misschien gaat die misschien voelen, oké, zij is meer van die youth, zij wil bestaan. Ja, ik was nou een kracht, maar ik denk wat moeilijker is voor vrouwmensen, dat ons altijd vrouwmensen judge op een zekere standaard. Dus vrouwmensen, die kan niet vloeken, die mag niet vloeken, maar voor ons mensen gaan het fijn niet staan. Maar nou voor alle, zoals, nee, blijf nu baan dame. Maar als je kijkt, rap, hip-hop zelf, as a harde type genre van muziek. Yes. So for ek kan baie moeilijk voor zo'n vrouw mens. Dus kom als ik kijk, oké, okay, als ik nog locally gaan, Caitlin,
tijd aan met je met z'n bier in die kaart, denk ik, so, is bijna moeilijk voor alle, verstaan. Dus so, of ze houden je muziek je altijd motivational, of ze gaan een type aardig raken, zoals so, seks retelen, en laden willen, en even aan ze. En ik denk, in Afrika of in Afrikaans, waar alle oors, gaat het bijna moeilijk zijn, oors aan je goud zat. Als je gaat beginnen rap en niet de toepers, dan gaan een schoof je op, gaan een zwak maken. We gaan niet denken zoals jouw aard. Dus we gaan steeds sexy reizen, maar ze kunnen ze op de hand van haar song. Maar als tien misschien zo'n song gaan maken, ons waar moeilijk zat, zoals niet, wat gaan we aan bestaan zijn. En ik denk, soms is hij misschien ons, is bijna moeilijk voor jullie. Ik heb die, ik vind die fout in die feit dat hulle lijken. Want ik meen maar, als jij zo wil rap, dus jij besluit jij wil het doen. Nou, ik is nog meer old school man, zien. So ik is like, nee, nou voor mij gaan het nog niet recht klinken. Die zelfde zoals, mijn ma wil ik met koorkie zingen. Maar hulle weet, ja, bestaan iets als R&B gospel, bestaan. Zo, so, ja, is maar nog niet mijn opinie. In die laatste tijd luister ik in zijn baie gospel. Ik luister als Yuji official, denk ik. Hij is weer drill artist. Hij doet gospel drill. En dan luister ik voor Kingdom, or Kingdom, ja, Kingdom Music. Brian is allemaal zijn lang. Die een broer heeft een bakkeer. Toen schiet hulle die verkeerde broer dood, hulle moet voor hom dood, en schiet die een wat nou present is. Toen schiet hulle die broer wat een bakkeer dood. Toen bakkeer hy voor hom. Nou, alles lijkt een hele family wat hy heb, en hulle doen gospel. En daar is een intrek wat hy verduidelik het. Die Heer het een plan gehad, hoekom alles het broer gevat, zodat hy sy oor op moet maak. Hy voorbeet oor daai. Hij is soort een sacrifice. Als nou een sacrifice lijkt in de Illuminati. Hij probeert wat hij type of sacrifice, maar het zijn broer zijn leven gekost om zijn het te zijn. Ja. En die oorleden broer zijn ziel en zijn ziel. Alles lijkt een groep, maar alle samen gospel doen. En die motiveert me elke dag, want ik voel. Ik kan niet, ons kan niet hip-hop side aanvat, maar wat ik kan zei besluiten dat ons wel like, een soort type move brengt, want dan het ons like, as ons verschillende plekken moet performen, dan het ons steeds misschien voor steeds hoe man kunnen af, voor de youth, voor de youth. Nou het ons like motivational tricks, soos ik wil kijken voor ammo. En die zijn moet niet aan video's, want ik denk ik moet beginnen zingen, want die zijn ritmes man. Ik heb een hele zomer soms nog. Wat zeg je hier? Oh ja, wat zeg je? Bijna goede trek. En ik denk dat die trek wat definitief visuals. Als je belief, guys. Ja, als je belief, guys. Dat is de eerste trek in ons verhouding. Na ons nog official geraakt, dat was eigenlijk de eerste trek. Daar is nog zo aan die ene keer wat dus nog aan die balks weet, maar. Hou voor die honeymoon. Ja. Van word die oosie. Ja, basically as it my name is hoe noem mens het? As is clues waar ons trouwe gaan het of so. So basically oor die oseaan. Jy kan jy self dink. Maar ja. Project is op ons EP, ons gaan ons eerste joint EP, gaan ons joint, July gaan ons start. Die EP's naam is Engagement. The Engagement. Smart. En ek stem samen met ons, met die R&B losie. Yes. Stemmatie met die R&B losie. Ik denk ons makkeel, die zander makkeel ons, voor alle Afrikaans. Yes. Ik denk dat jy gaat het perfect optel. Ik denk zo, maar dit die losie man. Ik denk, is net man, like real R&B artist wat jy nog regtig kry. So ek wil maar nou net daai, ek wil daai behou van ek dink ek het dit al genoem. Ek het groot geword met Mariah Carey hulle en ja, Beyoncé hulle was net iet vir my daai tyd. Om down. Ons verstaan, hy het laas jaar toen die mis iemand gehad het, so het was jouw liefde, jouw soms gaan het oor hartbreek en liefde van. Zo nou het die liefde, so oos, die motivation en inspiratie is volop. Yes. So die songs moet gaan geskryf word, asjeblief. En moet volop wees, asjeblief, die, nee, oos gaan het wacht en moet het zoek.
Ja, de pressure is real. Ja, man, ik geloof hij, zoals ik kan horen, hij is een groot motivation. Zo ik denk, met, als ik aan jouw voet, aan jouw kunnen wezen, ik word voor mooi, je hebt de andere kant, ik wil veel schrijven, ik wil ook zingen, en mijn eigen rap, ik ook een hoek geen, ik verstaan. En ik geloof, het gaat zeker zo. Dit, soms is het een beetje moeilijk, zo, ons twee keer compromis, wanneer ik kom bij muziek, van ons al twee is mijn producers ook. Zo van hij, nou, hij is permanent bezig. Zo van hij bezig is om te recorden, dan moet ik nu eerst terug zitten een beetje, of ik moet maar mijn eigen headphones opzetten, terwijl hij record. En als ik schrijf, dan moet ik maar niet te hard schrijven. So, ik moet nog niet, ik moet niet voor omplannen. So, als ik schrijf, dan moet ik maar niet in mijn mind. Maar ik mag nog niet voor omplannen, want ik ga nu obviously het optellen wanneer hij record. So, ja, en wanneer hij zijn draaikje stap, dan is ik bezig om te record. Nou, soms dan is dat tye, soos op die oomblik is sy laptop buiten werking, so dan werk hy van my laptop af. So dan is daar een tye wat die mense van my vraag, Tisha, kan jy gewoon net weet, sê ek vir die project en laat weet, dat is hy bezig met my laptop, of hy het die laptop saamgevat, en sê ek, joh, jy moet nou wacht, want Abby is nou bezig met hy. So ja, so ons compromise, en dan kom by dit. Daar nog eens, daar kom van die show. Ik net die verstaande hoe dus als ik was hier lief of van zo zei in Laula gaat ons nog vinden Laula Williams toen vraag ik van lief of van gaan zij die kom dan je snapper uit sorry de snapper als snapper ik heb pauze als in het was een snapper oké kan het oké toen vraag ik lief van gaan zij kort wacht Laula niet toen ik weer eens kom is ik klaar ik kort. Ja. Ik zei klaar, ik word, want ik is zo, als ik dan zie ik zomaar voor die mensen die nou gaat opkomen, dan zie ik maar, zij gaan nou op een moment als ze nou die laptop gebruiken, maar ons kan weer, dan gaan we een season maken. Want als ik een season maak, dan zit ik hier nou van 8 uur tot 10 uur toe in die season. Dat ik vraag van, dan kom ik zomaar hiervoor ook nog na, maar dan wil ik nou nog kost maken. Dan wil ik nog kost maken, maar wat ik doe is, ik stil altijd daar. Ik kom nooit in aan. Ja, rare man zo na aan mij. Ja, ja. Die jaren kijk naar zo'n kennis. Ik kan nog niet steren koepie of volle manen niet maar. Ik was zo half man. Het is bijna makkelijk om bij artiest te nemen, rare en hij weet hoe. Ik zo zei het zei laatste favorites. Eerst was het die Johnny Crocker, zo chocolate, wafer. Oh, is blij zo je bij rand 50 cent, is blij daar. Want kijk in die tijd, wat ik die goed koop. Zij raak addicted. Maar het lijkt niet aan die goedie, aan die liefde. Die kleine goedjes wat zaak maar. Die kleine goedjes wat zaak maar. Zoals ik koop van je hand goed is, maar als ik nog wat subs koop, dan zal ik wel even van een unnormal size spookies koop. En dan zie ik zomaar betekenis ook of liefkomers gaan uit, dan maak veel rechtkomers gaan. Dan gaat Pieter zomaar hier eens uit over dan, of ik koop zomaar die ingrediënten, dan maak ik ze al, dan gaat zet ik en zij zo bij je spot. Dus wat die speakers aan. Letterlijk als je hele rugzakje gepakt. Dan gaat zet in schrijven, hoe is aan muziek zomaar op die spot. Ja. Als je niet dat ze op picknick gaan doen, hoe is geniet voor hoe is dier in muziek. Ja. Want muziek is leven, één dag als je van die aarde af gaan je stem nog steeds leven. Alles is daar, oh vocal, oh visuals, zij leven nog steeds leven. Ja. Dat is ook om alles in toepak is stellen live, toepak is leven. Hoe is het nou? Als je een aardig monster vat, was ik nog over jou. En dit veel offers maken, hoor ik erin van jou. Maar de conspiraties raken het dieper, maar. Dan kan je eens mee pie. Die liefde van muziek. Zo, de liefde van muziek. En dat is samen belangrijk. En dat is wat je gaat samen. Hoe geloof ik? Yes. Zo, ja, man, oos van mijn kant af, nee. Kan ik niet zeggen dat ik hoop niet dat jullie toen net je vanaf gaan groeien en jullie muziek en jullie liefde en jullie verhouding en jullie huwelijk wat op pad is. Yes. Dat dit kan groeien en het kan beter raken, man. Om te wijzen dat, zoals hij vorige gezegd, zoals hij is, zo zometeen
vir die eerste verhouding uit die marase en miskien, so moet nie opgee nie. Yes. Nee. Die silver rankie is dit. Ah, is daar, so ja. Nee, en jylle is hy vir ons om vir ons. En wat ek wil sê is, ek hou nie van eerst van jy. As jy getrouwd is, jy gaan dood met jy. Hy is fijn, Lippy. Nie saam met my, maar tot dies dood, maar die geloen in eerwerkie koos. My ouwers jelf, was uit mekaar, het my nog altijd getrouwd. So ek, daar was hy, skuiing tussen papier en nie, maar daar was skuiing tussen die individuele persoon. Soos ek groot raak, het was baie traumatiserend vir my. Ja, was allemaal het mans trauma, ja. Jong. Wat my gered het nie, sinds, dinge was goed vir my op school, like, life was goed al dit. Maar toe dinge begin uitdraai en sy courses gaan, like, baie gaan, het music was daar vir my, want ek kan altyd net gaan sitte, het vir ons op, en dan hoor ek hier wat hulle nog aan die ander kant praat of so. Dit het vir my een sterker persoon gemaakt, dit het vir my die persoon gemaakt wie ek vandag is, om te kan motivate. Eergebrek is baie verkeerd, en as jy voel, jy wil kyk na ander mense, dan sê jy vir jou partner, dan gaan die uitweekie, want zodat jy jou brille opzit en ander mense kyk, dan kyk jy ander dinge. Een ander perspektief, want ek sal letterlijk vragen, as ons moet, dan sê ek wil jou iets sê wat ek nou gesê het. Kijk, dan wees ek vir, miskien is niks verkeerd, maar dan wees ek nie vir, kijk hoe gaan die dame aan of so. Het is nie dat ek mense dom hou nie, maar is nie, ek is openlijk met haar, ek kan vir haar sê, maar kijk, of sy sal vir my sê, maar die dood. Maar om meer openlijk te wees met mekaar, het gaan baie doen, het maak je bond sterker, communication en die klein goedjes wat saak maak, ja, communicatie is baie belangrijk, so as jy nie communikeer nie, so iets mens, hy sit die periode tussen julle toe, die periode gaan nie af, kan af, dan lees jy as persoon wie die periode opgesit het, of die plank hulle wat jy nie teken sien opgesit het, afhaal nie, gaan jy uitmis of lewe, of jy gaan baie verloor. Soos die movie Click van Adam Sandler. Is een ou movie van Adam Sandler, die movie Click. Hy wil alles gefast forward in, maar te verloor hy wat redig saak maak. Moment. Yes, die goeie moment, want in die tyd wat hy so skiep, is daar as sy, hy is achter die remote, wat daar is like in een alter ego of een clown, het kan sê, kom ek sê clown, wat liever net basically fuck, ok, tel me nou met die glaas hier langs die tafel op terwijl die sy met my belangrike goed praat en so jy is basically op autopilot, jy leef in die moment en wat ek nog wil eet is, as jy volle vertrouwe het in die persoon, communication is al, daar gaan nie een probleem is, daar gaan nie strijd is nie, want ek in die nog nooit gestuurd. Ek is God's truth, daar is my een, ook nog nooit gestuurd nie, en ons nou al lekker paar maanden sal, en ek voel, het sal ook in die toekomst so raak, want ek communikeer, ons so de laatste ding uit, as ek nou sê lief, ek sien die is verkeerd, kan ons nou nie week gewaar nie. Want sy sal my sê, dan sit nou, dink ek net so. En dan, wanneer ek het nou opbring, dan soot is het gauw uit, man, soot het nou haar uit. En ons is happy, daar is hier een moment, ook okay, daar is af moment, wat het nou nie oorsjaal of is. Maar, daar is nooit te en wat sê hulle sê nog om te onderbreek, en wat sê hulle sê as een mens nou sê, kijk maar, dat is maar die honeymoon face. Wat jy wil dan sê, as hulle sê, nee, dit is my honeymoon face, kijk wat 2-3 jaar. Dan gaat die zo sê, kijk jy, soos die zo's nou in begin, kan jou plak maar los, oor 2-3 jaar, as hy sê, skal jou plak nie zo, gaan we ons bestaan. Nou, het ding van my is, jy gaan, zodra ons beginne uitgaan, dan gaan die zo met my ware kleren sien. Ek gaan nie
vir jou nou. Ek gaan nie vir jou laat wag tot ons getroud is. Nee. Nou sien sy, oh, maar dis is eindelijk so. Mm. Nog nooit die, ek wil het, sy moet wit baan sy jou laat. Yes. Yes. So, want ek denk, daar is ek al wat baie mense maak. Mm. Sy sit die masker op. So, nou val ek nou vir die version van jou. Sy stiek vir rooi, blauw, geel, peers, al ek alles op die rooienboog, stiek sy weg. Dan sit sy met black and white. Die eenvoudig sy alles. Sit sy. En as jy altyd daar in voor net black and white, jy altyd met black and white. Wanneer gaan dinge kalle voor haar? Soos, sy moet nou beeld skone, kleer volle, beeld het. Want, I need to get the better picture of you. Ek moet die, of kom ek hier die bigger picture. Moet ek skip of kry, want, liefde is a work of art. As het een portret was, was hy seker die eerste portret. Gepraat man, gisteren, nou is hy bezig om roties te maak, nee. Nou stel en eet ek nou, want hy het toe klaar geëet, mans met sy, hoe kree jy dit reg? Het lyk jy haal net asem as alles weg. Hy het klaar sy roetie geëet en ek is nou nog hier met my bakkie. En ek eet nou myne en hy vraag vir my, nou gaan sy nou my ouwe nie, en ek nie. Ek eet, kijk ek eet so lekker nie, ek waar het nie of ek nou lelik eet die ding, so die goed tap ek nou. Nou sê hy vir my, ek is baie het gevreed, nou sê jy moet het dankbaar wees, ek eet jou kos. Nu kan ek sê die ouwe hou daarvan, maar is my net, is my in hy roo moment, hy roo cool moment, ek love die, ek gaan vir jou wees, ek waardeer wat sy doen vir my. So, die, hoe kom het ek aan hoe nog fancy eet, as ek weet die kos is lekker, my word? Die maand en laatst week en nie, toe maak ek vir die tweede keer, hy is vir die tweede keer, die eerste keer wel, maar die tweede keer, maak ek vir die jaar nie. Maar, het is letterlijk die tweede keer, want die eerste keer het ek het gedoen, toe was het nou nie like, kom hier die reis met zo'n bekie daar, hy moet, hy moet fik gee, maar dat moet Briani moet like, en dat zo'n skip, en dan moet die reis kwalkie nog val, nou my Briani, wat ek in die eerste plek maak, en het is zo'n bekie soppera gelik. Had iets gekoord, maar toe ek het tegen die Briani gemaakt, toe loop het, toe het ek nog nie geëet ding. Toe ek terugkom, Toe sê ek nie, kan jy maar van my opskip, aangezien ek was nou net die kos gemaakt het in my eren, want ek kan my nou nie opskip, as ek kom my nou met een ander sfeer het, en so, iets minstens, ek sê my nou vir my voorbereid. Nou vraag ek lief, was het lekker? Ek het vir my nog een bykie geskip. Toe kan ek hem sê, want vir my nie, Ek maak mense baie gelukkig in een ander outfit. Mm. Maar ek voel soos vis voel, julle ken van vis. Wat die Gatsby's maak. Yes, yes. Die sanger. Nou, ek wil sien sy gee vir my comment oor wat ek maak. Mm. Ek is oor my dankie. En het was lekker. Ek is oor van, as miskien dinge wat sy nie appreciate wat ek doen, maar ek sal altyd uit my pad het gaan en sieker maak dat elke ding is perfect of is dit nie kus nou want soos ek sê, my ouwers het gewerk, ek moet net die school kom, daar was van alles. Ek maak sommer nou vir my sneakweeds, dan maak ek my eie sausie aan, miskien met my eie WhatsApp nie, maar ek gooi hom in die pan met my eie onion, dan maak ek dan amper soos nog een dikker type WhatsApp nie. Dan, ek gaan nie die ander ingredients sê nie, maar dan maak ek die soms vir die samies, dan het ek die samies al school toe of wat, dan vraag hulle vir my, hoe verkoop jy nie die samies? Al lang gehad, maar het was nog nie by my gewees. Maar my goal vir die toekomst is om self fast food plekje vir my te open, vir die passie vir dit, as ek het nou nie maak in die game nie, maar obviously weet ek baie hard, ek is consistent in dat die goal is om dit te maak, maar nie vir myself. As ek het maak, vat ek allemaal saam. Dis beautiful, jy praat ook van wees,
Hy was nou reg mos op Expresso. Yes. Toe sien ek, het een TikTok gemaakt oor die mense wat nou so klomp negativity van gegee. En is actually sad, want ek sy journey is net so een rowwe journey. En is actually baie inspiring. Want hy het die opgegee en sy consistency. Ja. So, weer iets lots consistency. Hy praat baie van consistency. Is actually jou key. Is een vier. Om deure op te maak. As jy nie gaan focus en aan consistency gaan werk nie. Vandag doen jy dan. Môre sê jy ook aan môre. Vandag doen jy begin jy met die ding. Môre gaan jy bereik vat. Daai bereik gaat dan nog daar toe. Soos en hy is maar net die worteltjie wat jy daar. Ja, soos ek het nou van, ek het laas van die dag begin met die reactions. Ek moes vandag gedroep het, maar ek droep het ons nou môre. Want ek maak altijd my verskonings, of ek sê gaan het later drop, ek kan nog altijd vanavond drop, dan kan hulle dit morgen kry, maar ek maak my verskoning van, as ek iets dit, sê iets belangrik doen, dan moet ek ook die ander belangrike ding koos, dit is ook belangrik vir my. Ja. So ek met myself deel in fases vir dag, record ek miskien gewoon die verse leen nou net daar so in die body, hy lea, dan skiet ek soma nou deel van die reactions, dan leer dat, dan moet ek nog vir Tisa aandag en Tisa soek daar. Baie belangrijk, gee jou vrou aandag. Want daar kom keer en dan skryf ek, dan is my eerste vers misschien klaar, dan moet ek nie soeken uit die hoek kopie, en as het mis nou die tweede vers wat ek wil doen, dan gaan ek sê ek lief, ek voel maar ek gaan nou eerste klaar iets van die record, kom ek vir jou daar. Dan sal vers misschien leer, movie kyk en so, maar quality time moet ek altyd indruk. Quality time in jou music, quality time met content wat jy create, en dan is het mos nou die main priority, as goed eerste, dan Tisa. Ek wil nog eens sê, Kos, maar Tisa, dan Kos. consistency is regtig key, want as jy nie consistent gaan wees nie, gaan daar morgen iemand is, wat die wat sy doen, die idee, die volle idee van, en net sy toest daar is. Net sy toest. Dan is ook om ek nie baie plannen praat. Nie. Ek sal net sê, okay, as een kar, ek het een kar gesien. Ek sal net sê, ja, die kar koop. Ek het een mooie kar gesien. Genoem daai, plaas aan het gepraat van hoe hulle content deel en jou idee deel. Yes. Hoe protect julle? Julle future plans. Soos ek sê, ons het april maand, einde april het ons die eerste bes gehad. Die dag toe ek sê, kom ons doen die ding. A week voor ons, like, sê my die tickets sel. Toe ons begin met die tickets sel, toe was het eerst bekend gemaakt. Okay. So wat ek nou vir jou beantwoord is op die. Die planne, om jou planne te protect, jou content of whatever, is, beplan het met jouself. Die met wie jy het doen, soos, dis is my soulmate, ek kan met haar alles bereik. Ja. Ek kan dit net, as ek in hy fiets, ek kan dit vir hom sê, ek wil die show en hy show met haar doen. Morgen sê ek, die man het een show, ek kan ek een ticket om hy van, ja, hy sal vir my om te kom te perform. En sê ek vir Tisa, kyk jy, dat is ook om Paulina like hy. Want hy was self verbaasd, kyk jy die aand kon so anders gewees het, ons het heel dag, die dag, toe kom ons by die audio plek, waar sê die muziek hier en so, kom ons daar, al hulle goed is uit, hier stel ons. Gaan toe by die een, gaan toe by die een. Ons kom toe, dat was pas 7 toe uit, toe kom ons reg met muziek. En toe ons begin en afeindig, allemaal wat gepoelap het, allemaal wat opgekom het, het nog eens op. Sure. Het nog eens op. Soos ons sou, ek gaan nou, dat kan ek nou opbring, ons sou zo'n maand, like in a youth thing gehouwe, wat ons wil, end of the year, iets. Kom. Yes. End of the year, wat is in planning, ek is jels met Tisa, niemand weet wat het is nie. Wat ons gaan doen nie, het is ook weer show nie.
something. Something, yeah. Something special. I would have been saying something. Yes. Yeah. The key is om te sê iets is op pad, maar jy kan nie oversee nie. Daar is die ding. Jy kan most definitely iets in spek. Jy kan nie transparant bizar nie, want dan sien hulle die op hulle. Yes, overlay. En even die mense wat jy dink, oké, nee man, ek kan die bra trust. Moenie. Van onthou daai bra het ook 'n bra wat daai bra trust. En hy braat ook 'n bra wat hy braat trust. Hy kan connect met al hy braas en baie braas, soos ek die debat miskien lekker speak, is hy braat miskien dit en dat. Kijk, jy skiet soma movie. Hoe lekker toe skiet hem nie. Dat is true, ja. En as my een paar van die guy, man, as hoe sy die guy speel binnen die dag, so as my net wat gaan in content, muziek, movies, maar hoekom moet het een game wees? Hoekom kan allemaal net unify? Yes! Ik heb nou die dag gepost. Nou die dag gepost. Alles is een competitie. Soos, jy praat nou van unify nie. En een van die gospel songs, wat die drill artist, het gepraat van, sy waren oor een Rolex, of IP's, wat sy vergiet wat die wereld van tijd is. En sy praat van unity, maar sy doen het nie. Sy wil unify, maar sy laat die droom die. In plaas van multiply. So, as allemaal net, oké, dat gaan verkeerd is, universe gaan seker die so laat kom nie. As allemaal net saamwek, dan hoef jy allemaal te wees nie. Sê miskien, oos in die coast. Ons in die coast had een groot movement. Allemaal die artist is geboek. Tot op de laatste artist, die wat upcoming is, hulle kry ook iets. Daar is niks meer van exposure nie. In die eerste zone skiet ek een music video met King's Message, weet jy wel wat King's Message is, Sean Dion. Hy is aan Brainchild Media. Yes, en die track. Yes. Alex het my benader vir die track. Hy het 2 jaar gesit op die project en gewacht vir die specifieke een. Toen hy die project vir my stuur, vraag wat hy sê, ek was like overwhelming. Ek kan nie geloof nie, want ek wil ook uitgereik het na Kings Mesa toe op het tijd, om vir hom te vraag, kan ons nie saamwerk nie. Kom Alex along the way. Ek moes laas jaar ook met Alex gaan werk het, want iets het voorgeval in production wise. Maar toen skiet die eerste Jones kiek is een music video, hoe gemaakt nou, like, die promoters by, wat die artist rij, sê my hoe gemaakt, daar is die kroon in die industrie, daar is die geld in die industrie, nie. Hoe gaan ons maak, want ek begin my verse, hoe sit ek iets op die tafel, so dat my lady kan eat, promoters sit my in die kroon, en laat perform jou van nie. En die ding is, ons wil die fight, as ons allemaal kan saamstaan en like in die move ons jou, want die promote is, as ons as independent, like die move jou staat, ons kom miskien sê, ons is miskien myn artist, maar ons benader nog ander artist, wat jy gaan nou nie sê op ons vlak is nie, maar wat ook die mindset het om saam te kan praat. Dan kan jy ons daar die move, want ons include allemaal, soos ek wil ook nie by my sig wees, sy moet kan dans, want ek is oor aard en kans. Dans, sing, rap, wat is daar nog? As jy instrument toe kan speel, but ek is wat daar, ek wil hier, ons allemaal moet die move, ons allemaal moet ergens kom, so which means is, as ons allemaal well known is, soos, sy kan nie sê, sy is net een fan van een persoon nie. Want ek is een fan van elke artist. Want ek is even een fan van een fan. As hy een fan is van my, is ek een fan van... Dankie King B en die Queen T. Vir hulle tyd man, ons waardeer het verskrikkelijk baie. Jy het baie geleer by julle en van julle. En ek geloof as kykers sal ook baie
kan leer bij hulle. Vooral dat kom bij verhouding wise, muziek wise, in liefde zie je. Communicatie wise. Communicatie is. Consistency. Yes. So alle dingen die we daar geleerd bij hulle, maar ook wat direct bij je man. Zo Steve was er voor in de revisie, ze heeft gepakt van Cupid en Cupid het waar haar geschiet. Jeltemal. Yes. So ja, baie dankie vir julle tyd man. Nee, wat hier is kan baie. Ons het vir al die kykers, gaan volg hulle op YouTube, Facebook, ek glo TikTok ook nie. TikTok ja. Support ons local artists, want ons kan ook vir verstaan in my dag. Support is belangrik aan ons, baie dat content uit, maar niemand volg of niemand subscribe. Het kost niks hè. Net op tijd. Like en share. Avras Paraya. Vivermaak en Praat Podcast.